Welkom bij mijn beweegactiviteit van deze video. Deze week is ons thema sporten. En zoals jullie kunnen zien heb ik het sport tennis gekozen voor deze week. Als eerste gaan we met de warming-up beginnen. Hiervoor hebben we alleen een tennisbal nodig die we gaan stuiteren. We gaan eerst de tennisbal 10 keer met onze linkerhand stuiteren en opvangen. En daarna gaan we hem 10 keer met onze rechterhand stuiteren en opvangen. We beginnen met de linkerhand, mijn teken. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu wisselen we naar onze rechterhand. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Dat was de eerste oefening van de warming-up. Als tweede activiteit van de warming-up gaan we de bal omhoog gooien. Dit doen we eerst 10 keer met onze linkerhand en daarna 10 keer met onze rechterhand. We beginnen met onze linkerhand en gaan de bal 10 keer in de lucht gooien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu wisselen we naar onze andere hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Dit was de tweede activiteit van de warming-up. Als laatste oefening van de warming-up gaan we met ons racket, die we ook nu nodig hebben, de tennisbal 30 seconden omhoog houden. Dit doet iedereen op zijn eigen tempo en op zijn eigen hoogte. We beginnen op 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dit was onze warming-up. Nu gaan we door naar de hoofdactiviteit. Als hoofdactiviteit gaan we met onze racket en onze bal tennissen tegen de muur aan. Deze probeer je zo vaak mogelijk terug te spelen en dit kun je zo lang mogelijk volhouden als dat je zelf aan kan. Jullie zien nu een video van mij die voordoet hoe je tegen een muur zou kunnen tennissen. Hebben, gaan we nog even een cooling down doen. De eerste twee oefeningen doen we lopend, dus je gaat in een cirkel lopen met je groep. En de laatste oefening doen we nog zittend op onze plek. De eerste oefening is 10 keer met je arm zwaaien naar voren toe. Eerst je linkerarm, daarna je rechterarm. Dit doe je vanuit een lopende cirkelpositie. Gaan we met z'n allen opstaan en dan gaan we in de cirkel 10 keer onze linkerarm als eerste naar voren toe zwaaien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We blijven doorlopen, maar we wisselen nu naar onze rechterarm. 1, 2, 3, 4, 5. 6,
7, 8, 9, 10. De tweede oefening doen we ook lopend. Hierbij ga je proberen je armen vanuit horizontale positie naar boven toe te brengen. Dit doen we ook 10 keer en daarna gaan we door naar de laatste oefening. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dit waren de oefeningen in de looprichting. Nu gaan we nog de laatste oefening doen van de cooling down. Als laatste oefening van de cooling down gaan we nog met onze nek draaien. Dit doen we weer vanuit onze stoel. Dit zullen we eerst 10 keer linksom doen en daarna zullen we 10 keer rechtsom doen. We beginnen met onze nek linksom te draaien. Dit doen we 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu gaan we de andere kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dit was de cooling down. Nou, ik bedank jullie voor het meedoen aan mijn activiteit van deze week en dan hoop ik jullie volgende week terug te zien bij een nieuwe video.